Waar is Clara 19 eigenlijk aan het sterven? Ze heeft het dak van een veestal op je koppen gekregen. Wat? Het dak van een veestal? Hoe is dat dan zo gekomen? Een heel veestal is overbrand. En toen kwam het dak met vulgaroos naar beneden. Maar hoe heeft in vredesnaam zoiets kunnen komen? De vonkring. Hoezo een vonkring? En de boerderij is ook overbrand. En omdat de wind verkeerd stond, is de veestal overbrand. Heeft Clara 19 dak op haar hassen gekregen en heeft Leon de bilaten. Maar hoe is dat toch mogelijk dat de boerderij is overbrand? Een zoon is in de opkamer lang goed te vullen. En daarbij hebben ze beide armen gebruiken. Toen hebben de twee kandeliers met brandende kersen laten vallen. En dat was uiteindelijk een onmeunige tegenslag voor ons en Clara 19. Maar wat met mijn zoon middag in de opkamer met twee kandeliers met brandende kersen? Toen zegt een knecht, nou wie wil alleen nog meer de begrafenis van uw vrouw met kunnen opturen. Jullie hadden vandaag, na een jaar, weer de eerste bijeenkomst van de OVA. Hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Ja, het was de eerste bijeenkomst weer in het huis van Katoen en Nu. En we hadden dus een vrolijke bijeenkomst, een gezellige bijeenkomst, echt een bijeenkomst om te lachen. En dat zag je ook aan alle mensen. Ze waren heel blij dat we weer iets konden organiseren. En ook dat ze even er echt uit waren en weer wat leuks hadden eigenlijk. En wat was het thema van deze keer? Dat was Erik Hutte. En die heeft zelf een Twents spreukjesboek geschreven. Als ik het goed uitspreek tenminste, want ik ben geen tukker. Maar die had allerlei leuke verhalen. En dan in echt Twents, of tenminste voor zover je van echt Twents kunt spreken. Maar allerlei leuke vertellingen. En hij heeft daar een boek mee samengesteld. En daar las hij uit voor. Ja. Op het spreekuur bekeek een dokter hem van kop tot teen. Hij beklopt hem helemaal en vindt niks. Hij vertrouwt het toch niet en wil hem dan ook niet direct voorsturen met een recept voor medicijn. Ik wil graag dat u overmorgen terugkomt. En dan wil ik dat u wat ontlasting, urine en sperma meeneemt. En ik geef er op hoes aan en doet niks anders dan stilletjes opnemen wat er voor een dokter met moet nemen. Ontlasting, urine en sperma. In het hoes aan de kum vraagt zijn vrouw een voorwaarde over markeert. Nou, een dokter werd het ook niet. Ik ben de oude man bij hem teruggekomen. Oh ja, en dan moet ik ontlasting, urine en sperma metnemen. Zijn vrouw is heel in gedachten en dan zegt ze, als je verstandig bent, dan trek je die grieze box aan, waar hij hand in zit. En zoeken jullie altijd gericht naar thema's? Zijn het ook wat op dat moment zeg maar toch wel een beetje in het nieuws komt? Of? Dat proberen we wel, want we hebben de afgelopen tijd wel geprobeerd om daarop in te haken. We hebben dus in de moeilijke tijd dat het stil lag, hadden wij ook diverse dingen georganiseerd. Onder andere over de cybercrime, wat ook heel erg speelt. Nou, dat kon helaas door de lockdown niet doorgaan. Maar dat proberen we nog wel eens, als het tenminste niet meer achterhaald is door alle voorlichting, proberen we dat ook nog wel eens een keer aan te snijden. We proberen ook gewoon leuke, gezellige dingen te organiseren, zoals dit. En maar ook zeker in te spelen op wat er actueel is. Okay. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan.